Nou, het ligt op een fantastische locatie. Het is een groot hotel. En we zitten in een heel leuk team. Iemand heeft een probleem, dan gooi je het op tafel. We kijken met z'n allen hoe je dat het beste op kan lossen. En in plaats van alleen maar denken van oké, kom ik hier het beste uit? Denkt iedereen toch wel oké, wat is het beste van het project? En op die manier zorg je ervoor dat het op een prettige manier gebouwd wordt. Het complex aan deze locatie zie je hier achter mij. Aan de ene kant de brug waar we tegenaan bouwen. Aan de andere kant de museum tramlijn met hoogspannings, waar we natuurlijk voor moeten oppassen. Aan de noordkant de stadiongracht waar we overheen bouwen. En aan de andere kant hoge druk waterleidingen van de diameter van een meter, waar we goed rekening mee moesten houden. De punten die ik net noemde maakt deze locatie echt wel uniek. Dat wisten we van tevoren. We hebben daar ook een risicoanalyse van gemaakt met een plan van aanpak. En zodoende konden we de risico's goed managen. Nou, overlast nee. Natuurlijk, je hoort wel eens een keer, zeker als je er langs loopt of zo, dan hoor je geluiden van een bouw, maar ja, dat is logisch. En het verkeer wordt altijd prima geregeld. Tot nu toe vinden we het interessant om te zien hoe zo'n gebouw groeit. Het verraste ons dat er die grote hijskraan met de kerstdagen compleet was verlicht. En dat was een gratis kerstboom voor ons. Als je dan toch tegen een hijskraan aan moet kijken, dan maar op die manier. Dat is wel leuk. We hebben het project ook ingestoken met een bouwteam. Dus al voor de contractbesprekingen doe je al een bouwteam formeren, waarbij je op percentages het een en ander afspreekt. Waarbij het al in een heel vroeg traject, zowel de bouwer als de installateur, betrokken is bij het project. En je dus gezamenlijk optrekt om uiteindelijk ook alle definitieve plannen te maken en het uiteindelijk ook te bouwen.